Hou jij, net als ik, ook van reizen, of van in het bijzonder reizen naar de minder bekende bestemmingen op deze planeet? Abonneer dan op mijn YouTube-kanaal voor dat soort content, bijvoorbeeld vanaf locaties zoals deze. Heel erg bedankt, dan kan de video nu beginnen. Hallo allemaal, een hele goede morgen en welkom vanuit Skopje, de hoofdstad van Noord-Macedonië. Vandaag in deze video ga ik jullie een korte stadstour geven door deze hoofdstad heen. Een hoofdstad van ongeveer 500.000 inwoners, wat ook meteen de grootste stad is hier in Noord-Macedonië. Dus ik neem je mee onderweg door deze stad heen. Heel veel kijkplezier. Ik ben hier gistermiddag, in het begin van de middag, aangekomen vanuit Kosovo. Na een busreis van zo'n 3,5 uur tussen Prizren en Skopje. Wat wel een grappig feitje is over die busreis. Er is maar één rechtstreekse busverbinding tussen Prizren en Skopje per dag. En dat is meteen om 9 uur 's ochtends. Dus als je die mist, dan moet je eerst weer via de hoofdstad van Kosovo, Pristina, 3 uur lang met de bus. Daarna nog 3 uur lang. Met de bus als nog als kopje. Dus het is gewoon belangrijk dat je die bus dan in één keer haalt. Nou ja, gelukkig was dat dus gelukt. De grootste verschillen met de andere landen hier op de Balkan, dat is natuurlijk dat het hier wel een stuk drukker is. Skopje is een echte leuke, groeiende hoofdstad. Met dus meer dan 500.000 inwoners. En je zag hem weer achter me langs rijden. De bussen, die zijn hier in Skopje ook wel heel grappig. Want dat zijn volgens mij gewoon oude bussen uit Londen. Van die rode dubbeldekkers. Ik loop nu over de Bridge of Art, hier over rivier de Vardar. En van tevoren hebben mensen mij wel verteld dat Skopje bekend staat om de vele standbeelden die het heeft. Maar alleen op deze brug staan er al ontelbaar veel. Hier staat er één, daar staat een hele rits nog langs die kant. En hetzelfde geldt ook voor de andere kant. Alleen maar standbeelden, met zelfs nog één iets wat groter hier in het midden. En je ziet ze overal in de stad terug. Dat vind ik op zich wel heel bijzonder om te zien. Ik sta hier nu op het meest beroemde plein hier in Skopje, namelijk op het Macedonian Square. En als we nog niet genoeg standbeelden hadden gezien, hebben ze hier het allergrootste standbeeld van de stad neergezet. En dat staat hier precies achter mij. Het enorme beeld van Alexander de Grote. Bijna 25 meter hoog en daarmee dus het grootste standbeeld hier in de stad. Hoewel het Macedonian Square hier achter mij waarschijnlijk bekend staat als de meest populaire toeristische attractie, hebben we hier in Skopje nog een andere hele beroemde toeristische attractie. En dat ligt aan de andere kant van de Stone Bridge, op zo'n 3 tot 4 minuten lopen vanaf hier. En dat is namelijk de Old Bazaar. En daar vind je allemaal leuke kleine winkeltjes. En dan heb je een beetje het gevoel dat je terecht bent gekomen in het Midden-Oosten. Dus laten we daar nog eventjes een kijkje gaan nemen. Ik loop nu al een tijdje rond hier over de Old Bazaar en eerlijk is eerlijk heb ik nu meer het idee dat ik in het Midden-Oosten rondloop dan in een Europees land. Maar het is prachtig weer. Het is een heerlijke sfeer wat er ook hangt. Het is heel rustig, qua sfeer tenminste. Het is natuurlijk wel heel erg druk op straat zoals je het hier achter mij kan zien.
Maar de sfeer in het algemeen is heel relaxed. Je kunt hier echt van alles kopen. Er hangen hier bijvoorbeeld allerlei soorten tassen. Ik heb net al vuurwerk voorbij zien komen. Ik heb andere kleding en zonnebrillen voorbij zien komen. Dus eigenlijk alles is hier te krijgen. Zo ook bijvoorbeeld groente en fruit. Alles heerlijk vers. Hoewel de bazaar vanaf buiten al prachtig uitzag met allerlei dingen die je kunt kopen, ben ik nu in een soort overdekte markthal terechtgekomen met eigenlijk alleen maar groente en fruit. Van bijvoorbeeld de sinaasappels en citroenen tot aan de andere kant de bananen bijvoorbeeld. Het ruikt hier ook heerlijk naar heerlijke verse groente en vers fruit. Nou, je kunt hier echt wel een paar uur ronddwalen. Het ziet er prachtig uit. Wat trouwens een enorm bijkomend voordeel is als je in november reist, zoals ik het doe, dat je eigenlijk alleen maar lokale mensen tegenkomt. Her en der hoor je eens een keer de Engelse taal, of Duits of Frans, maar het is lang niet zoveel als dat je hier in het hoogseizoen bent. Maar het is nog wel steeds net zo druk. Tenminste, ik kan me zo voorstellen dat het in de zomer ook goed druk is, net als nu. Maar nu kom je dus alleen terecht tussen de lokale mensen en eerlijk gezegd vind ik dat toch wel een stuk prettiger vertoeven dan tussen al die massatoerisme, want het zal hier in de zomer ook veel toeristen zijn. Omdat het toch een heel bekende plek is, ja, hier is kopje om als toerist naartoe te gaan. Wat ik zelf alleen niet helemaal begrijp is waarom je hier met de auto doorheen zou willen, terwijl het hier echt super druk is. Er staan overal stellingen in de weg, tenminste ja, in de weg. Mensen proberen te verkopen en dan in één keer duikt er een auto op en die wurmt zich dan langs alle mensen hier. Hallo. En dat is best wel goed om te zien. Hi. Hallo. Inmiddels is de avond gevallen hier in Skopje en ben ik terug op het Macedonian Square met dus achter mij dat enorme beeld van Alexander de Grote. Skopje is er ook bekend om een hele mooie stad wanneer het donker is met prachtige verlichting. Dus ik neem jullie nog eventjes kort mee door de stad heen. Ik ben eens een stukje gaan lopen hier langs de Vardar rivier die hier precies naast mij langs stroomt. Wat we verder nog kunnen zien vanaf hier is de Stone Bridge over de rivier heen. En aan de andere kant zien we het archeologisch museum van Skopje. Wat trouwens opvalt hier aan deze kant is de brug waar ik eerder vanmiddag ook overheen liep. Er staan heel veel lampen op, heel veel lantaarns staan erop, maar er is geen één die brandt. Dat is wel een beetje jammer. Dat zou de sfeer wel iets beter maken, denk ik. En ook het museum zelf is totaal onverlicht. Misschien dat het een reden heeft. Maar het is wel jammer dat alle lampjes er met uit zijn. Wat trouwens voor 's avonds nog wel een leuke activiteit is om te doen, is het lopen van de Vardar Trail, of een deel ervan. De Vardar Trail is een voetpad waar ik nu overheen loop en die ligt parallel langs rivier de Vardar. En als je hier in de avond loopt en het een beetje goed verlicht is, dan heb je hele mooie uitzichten op onder andere
heel veel bruggen die over de rivier heen liggen, die allemaal mooi verlicht zijn. Maar je hebt ook een heel mooi uitzicht op het volgende. En dat is namelijk het eeuwenoude fort van Skopje, het Skopje Fortress, die op dit moment prachtig mooi verlicht is. Dat is wel heel mooi om te zien. De Vardar Trail is best een leuke route om zo 's avonds eventjes te lopen. Maar als je eenmaal een beetje de stad uit bent, dan is er op zich niet meer heel veel te zien. Dus ik ga rechtsomkeer en richting de oude binnenstad van Skopje. Ik ben inmiddels weer terug op het Macedonia Square hier midden in Skopje. Het is inmiddels al wat later op de avond en ik ga de video dan ook hier afronden. Ik hoop dat jullie een beetje een beter beeld hebben gekregen van Skopje dan dat je van tevoren had, als je er al überhaupt een beeld bij had. Ik vond het in ieder geval een leuke video om te maken. Ik ga hem hier afronden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.